Sjak hier. Fijne biertje. Je hebt gekozen voor de vurige non. Ongelooflijk, de vurige non. Ik weet toevallig het verhaal gaat dat dit een ode is aan de oude monniken in het klooster, de abdij. Maar dat is abdijbier, want dat mag zich geen trappistenbier noemen. Maar ja, er waren dus ook geen monniken als het geen abdij is. Het is brouwerij Pimpelmees en dit is een etiketbier. Want normaal gesproken is dit gewoon de Gaamse dubbel. Maar ze hebben een mooi etiket op geplakt van een vurige non, waardoor jij het gekozen hebt en ik het ook ga drinken. Het is een dubbel, 7%. Brouwerij Pimpelmees uit het België. En we gaan eens even kijken wat zij ervan gemaakt hebben. Er komt een mooi kraagje op als je hem goed laat vallen op het laatste moment. Even walsen. En eens kijken wat er van gebeurt. Even ruiken. Hele zuivere geur. Er zit iets in wat ik op dit moment niet thuis kan brengen. In ieder geval goed gemouten, gebrande mout. Niet te erg, dus anders zou het ook veel donkerder zijn. Ja, licht moutig, licht bitter. Beetje waterig vind ik hem. Maar ja, ik heb hiervoor wat andere zware bier gedronken. Ik zou zeggen, een licht moutig, licht bittere. Mooi bruine, dubbel. Vuur genomen. Ja, ik zou wel met haar op het terrasje willen zitten deze opdrinken. 7%. Doe je voordeel mee. Hij is het proberen waard. Top. Laat even weten wat je ervan vindt. Tot de volgende keer.